Welkom bij Woodstock Vloeren. Ik ga nu precies vertellen wat Woodstock Vloeren nou bedoelt met zijn Woodstock Vloeren totaalpakket. Het Woodstock Vloeren totaalpakket, dat houdt in dat u één partij hebt voor zowel uw ondervloer, geïsoleerde ondervloer, uw vloerverwarming en een eindvloer. Een vloerverwarming kan zijn een traditionele vloerverwarming die u hier ziet, met daarbovenop een dekvloer, met daarbovenop een, bijvoorbeeld een PVC-vloer. Wat je ook kan hebben, bijvoorbeeld een infraroodvloerverwarming, of bijvoorbeeld een magnesietvloer die je bijvoorbeeld op een verdieping legt. Of je hebt bijvoorbeeld hier een cementgebonden gietvloer die je bovenop een traditionele vloerverwarming legt. Dat houdt in één contactpersoon waar u dus contact mee hebt binnen Woodstock, die u eigenlijk ontzorgt vanaf het begin tot het eind. Dus als u een slechte vloer hebt, die moet bijvoorbeeld die is verrot of die is slecht, kunnen wij de vloer eruit slopen, we kunnen het leidingwerk inspecteren, we kunnen de folie aanbrengen, we kunnen de kruipruimte opvullen met schuimbeton, met daarbovenop de vloerverwarming, met daarbovenop leggen we dus eigenlijk dus de dekvloer, dat kan zijn woonbeton, dat kan zijn anhydriet en dat kan ook nog eens een keer de PVC-vloer zijn of de laminaat of zelfs het pakket. We hebben natuurlijk verschillende vloeren en vloerverwarming. We hebben de infraroodvloerverwarming, we hebben de elektrische vloerverwarming en we hebben natuurlijk de traditionele vloerverwarming. Dan wil ik ook graag vloerleggers en vloerverwarmingsspecialisten uitnodigen om onder deze video graag een reactie te zetten. Wat is nou het verschil tussen infrarood vloerverwarming en traditioneel? Wat kan je nou het beste gebruiken voor bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen, de warmtepomp? We gaan tenslotte van het gas af. Wat worden de alternatieve bronnen waar we ons huis mee kunnen verwarmen? Ik heb al eens meerdere keren de vraag gesteld van ja, wat kost nou infrarood ten opzichte van traditionele vloerverwarming? Maar wanneer kan ik nou mijn infrarood vloerverwarming terugverdienen en mijn traditionele vloerverwarming? Moet ik nou in plaats van zonnepanelen en moet ik dan een warmtepomp nemen? Of moet ik nou een combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp, of kan ik alleen met zonnepanelen en bijvoorbeeld een elektrische boiler en bijvoorbeeld infrarood? Dus die mensen nodig ik graag uit om hieronder daar een verhaaltje over te stellen. Vraag ook altijd naar de code 447. Dat is inmiddels ook een bekend gebeuren binnen onze organisatie. En daarmee kan u dan ook een behoorlijke korting krijgen op uw offerte. Ik dank jullie voor het kijken van deze video. Het liefst ook even abonneren. Dat is altijd leuk. We proberen elke maand met iets nieuws te komen. En ook over iets te vertellen over het vloerenpakket van Woodstock. Ook over het nieuwe vloerenpakket. Ik dank jullie wel. En tot ziens.